vrij onvoorspelbaar met wie ze komen natuurlijk. En, nou, je ziet wel dat ze wel een bepaalde structuur hebben in de wijze van spelen. Maar met wie en welke type spelers, ja, dat zie je pas wel echt kort voor de wedstrijd. Maar ook voor hun telt, net zoals alle anderen, ja, bij het gewoon getalenteerde ploeg natuurlijk. Met zowel nationale als internationale toptalenten. Dus ja, dan, en die ook niks te verliezen hebben natuurlijk. Dat is een opleidingsteam bij wijze van spreken. En dat maakt ze ook heel erg gevaarlijk. Ajax heeft natuurlijk wel een jeugdopleiding die veel geroemd is. Zijn zij dan misschien ook van alle belofteploegen ook degene met het meeste talent? Ik denk het wel, wat ik tot nu toe heb gezien. PSV is ook een groep. Alle anderen hebben ook wel wat hun specifieke kwaliteiten, laat ik dat even vooropstellen. En dat hebben we vorige week gezien hoe lastig we het hadden tegen AZ. Dus het is niet zo eenvoudig om tegen dit soort teams te spelen. Dan moet je echt van goede ijzer komen om daar echt een resultaat te halen. En als je ziet dat zij ook ja, met gemak 4-0 van NSC weten te winnen, ja, dan ben je al gewaarschuwd. Je refereerde net al even naar die wedstrijd van maandag tegen Jong AZ. Ja, je was achteraf blij met de punten uiteraard, niet zo heel tevreden over het spel. Hoe kijk je daar nu naar? We zijn een paar dagen verder. Nou ja, hetzelfde eigenlijk. Wat je zag is dat wij wel de intenties hadden, maar ja, te vaak slordig waren, vond ik, aan de bal. En waardoor we eigenlijk in problemen kwamen in omschakelmomenten. Door eigen toedoen voornamelijk. En daarna dat we een paar keer wel aardig druk zetten, maar dan een paar keer weer niet. En dat je daardoor ook weer in ondertal kwam. En, ja, dus dat soort elementen ja, moeten gewoon beter bij ons. En als we dat ja, beter voorbereiden dan op het veld ten aanzien van wanneer wel en wanneer niet, ja, dan kun je daar wel wat vaker succesvol in zijn. Dus ik was daar niet tevreden over. Waar ik wel tevreden over was, is dat we wel instelling hebben getoond en dat we wel geknokt hebben en uiteindelijk een overwinning tot het einde hebben kunnen brengen en binnen hebben gesleept. En dat was wel een karaktervol van ons team. Waar het voornamelijk om gaat, en we hebben het net over gehad, is zeker in Keuken Kampioen Divisie, het gaat om resultaat. Het resultaat is heilig en omdat de top heel erg groot is geworden, omdat het heel erg lastig is om wedstrijden te winnen, en dat zien we ook bij andere teams en ook net zoals bij ons. En uiteindelijk moet je tevreden zijn met het eindresultaat, hè? Zoals in die wedstrijd tegen AZ. Natuurlijk ben ik niet tevreden met vertoonde spel, maar goed, week daarvoor was vertoonde spel prima en verlies je 0-1. En ik moet je heel eerlijk zeggen, allemaal leuk en aardig, maar ik win liever zoals tegen AZ dan zo'n wedstrijd tegen Gohead.